nummer 6 en 10. We zijn 4 weken op pad om onze maritieme oefenvaardigheden weer op peil te brengen. In alle dimensies, de klassieke taken van de marine. Dat doen we met een verband, inclusief een onderzeeboot. Wat we daarnaast doen is het individueel opwerken, in dit geval van Zijne Majesteit de Tromp, om haar oefengereed te kunnen verklaren. We werken ook intensief samen met NAVO-partners in de Baltische regio, met name Polen, Estland en Litouwen. Maar ook met niet-NATO-partners zoals Zweden. Is het gewoon een test, dat je zeker dat de omgeving waar je zit veilig is? Met Zijne Majesteit Tromp hebben we haar SARC 4 uitgevoerd. Dat betekent de stap tussen het veilig kunnen varen met een schip en het kunnen vechten met een schip. Dat vechten heeft ze nu geleerd. Daartoe hebben we het schip echt het vuur aan de schenen gelegd. We hebben haar belabberd met dreiging van buiten, vliegtuigen, onderzeeboten, andere schepen. Maar ook van binnen. Het schip is in de brand gegaan, het heeft lekkages gehad. Kortom, een grote uitdaging voor een bemanning om dat flexibel en effectief op te lossen. Maar natuurlijk moet ook nog steeds de machines blijven draaien. En ook moet onze bloemkool op de juiste temperatuur worden klaargemaakt. En hebben we ons ontbijt nodig. Kortom, een volle uitdaging voor Zijne Majesteit de Tromp. Die zij overigens met succes heeft afgerond. Alle ship, alle ship, alle ship. Dit is net als door de Tromp, call zijn papa over Eike Tango. Hoewel de planning voor een oefenreis als deze al bijna een jaar geleden begon, past die wel heel goed in het wereldbeeld van vandaag. Want we voldoen ermee aan de geruststellende maatregelen waartoe de NAVO heeft opgeroepen naar de bondgenoten in deze regio. Want ook daar staat de marine voor.